Paulsen. Bradley. Eén man kwijt. En Paulsen bijna. Paulsen helemaal. En het is 1-0 voor Heerenveen. Afgelopen week was Jacob Paulsen voor even terug in Heerenveen. De middenvelder speelde tussen 2006 en 2008 in het Friese shirt. En denkt nog graag terug aan die tijd. Het gaat goed. Ja, ik voetbal nog steeds in Denemarken. Zo, ja. En ik ben wel een beetje ouder geworden, maar ik voel me nog fit. Zo, ja. Ik heb nog veel plezier met de voetbal. En daar is de goal. Bak Nielsen. Paulsen kwam niet alleen richting Heerenveen. Hij werd vergezeld door een andere Deen en vriend, Christian Bak Nielsen. Gaat goed. Nu ben ik hier in Heerenveen terug. En ik heb een mooie herinnering van hier. Het is mooi terug te zijn. Dat is echt leuk. Toen we op de snelweg gingen, gisteravond, alle de namen van de steden en zo. Gewoon hier terug op het stadion te zijn, dat is echt mooi. Dat is wel leuk weer te zien. Was het de eerste keer dat je weer terugkomt? Ja, dat is mijn eerste keer. Ik ging weg in 2008, zo, dat is wel heel lang geleden. Is er ook veel veranderd? Nee, ik denk het stadion is hetzelfde, de omkleding is hetzelfde. Alleen de mensen is anders. Het is zeven jaar geleden, denk ik. En natuurlijk is het iets anders, maar ik denk het is ook veel hetzelfde. En de kopstoot van Bak Nielsen en de gelijkmaker. De centrumverdediger doet het namens Heerenveen. Ja, het was een mooie tijd. Ik denk ik heb 3 trainers gehad. Ik heb 1 beker gewonnen hier. Maar ik heb ook een heel grote blessure gehad. Maar de beker natuurlijk was de grootste voor mij. Paulsen, nu opeens de ruimte voor Paulsen, die kan zo doorlopen, maar stuit op Van Loo en dan alsnog 4-2. Toen was ik 3, 4, 25 jaar oud, denk ik. Maar je hebt wel een hele goede tijd hier gehad. Ik heb ook over 60 wedstrijden gespeeld, denk ik. Ieder jaar waren we ook in de top 5, hebben Europees voetbal gespeeld. Dus wel een hele goede tijd ik ben heel trots op mijn tijd hier in Heerenveen ook. Ja. Goeie voorzet en de goal van Jacob Paulsen. Weer een schitterende goal. Hoe ging je carrière daarna? Ja, daar ging ik naar AGF Aarhus in Denemarken. In de Superliga en in de Eredivisie van Denemarken. Daar heb ik 2 jaar gevoetbald. Toen ging ik naar FC Midtjylland, waar je ook nu zit. Maar tussenin ben ik wel 1,5 jaar in Monaco geweest. Maar nu ben ik weer terug in Midtjylland. Ik heb nu een half jaar als assistent trainer in FC Midtjylland. En ik vind het heel mooi, een goed, interessant trainer te zijn. Het is ook nieuw voor mij, omdat ik altijd een speler. Ik ben altijd op de veld. Nu sta ik buiten de veld en dat is iets anders. En voelde jij thuis in Friesland? Ja. Gisteravond als ik hier kwam, was hier is Friesland, hier is het hotel, hier is Oranjewoed, hier is... Ik voel me zo goed hier, omdat ik had zo'n goede tijd hier. Ik denk dat Heerenveen is een heel mooie club voor alle spelers, maar speciaal Deense spelers, Scandinavische spelers te komen. Omdat jullie zo goed zijn nieuwe spelers welkom hier. En dat is belangrijk. Ik voel me home hier. Toen ik hier was, was het altijd met de fans Danish Dynamite, was de naam. En ik heb een ship hier. Met de Friese zeil. Ja, Friese zeil. Dat was een mooie tijd voor mij. Nu is het op de arm. Het is belangrijk. Ja. Nu al 1-0 voor Heerenveen. En het is Bak Nielsen die scoort zijn eerste voor Heerenveen.